Er is veel bewolking boven Nederland en soms valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Vanochtend was het in de vroege ochtend 1 tot 3 graden. Inmiddels is het een graad of 4, 5. Verder zijn er zonnige perioden in het noorden af en toe, maar over het algemeen overheerst toch wel de bewolking. De wind die waait geleidelijk aan uit het noordoosten en is zwak tot matig en trekt in de loop van de dag aan en wordt matig aan zee soms krachtig. Het is een koude noordoostenwind en dat gaan we vanavond en vannacht merken. De temperatuur gaat flink onderuit. Het is dan zo'n 2 tot 5 graden vanavond en vannacht gaat het in het noorden licht vriezen. Ook trekt de wind wat aan, waardoor het voor het gevoel een stuk kouder is. Morgen bijvoorbeeld zijn er flinke zonnige perioden. En smiddags is het op de thermometer 1 tot 4 graden, maar voor het gevoel vriest het licht op de meeste plaatsen. Ook maandag is nog zo'n koude dag met flinke zonnige perioden en een schrale oostenwind. Temperatuur ligt in de middag tussen de 2 en de 6 graden, maar zoals gezegd, voor het gevoel is het kouder. Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk aan zachter. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zaterdag.